Een 21-jarige Udenaar is in Rotterdam aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij de woningoverval in Uden. De overval was op 11 juli op de Lavendelstraat in Uden. De bewoner van het huis liep een hoofdwond en inwendige verwondingen op. De politie is nog op zoek naar de tweede dader. Bij de overval werden enkele persoonlijke spullen van de bewoner meegenomen. De brandweer van Erp heeft woensdagavond een kilometerslange oliespoor verwijderd van de weg. Het begon op de Schansoord en eindigde bij Melvert. Door de hevige regen spoelde de olie grotendeels al van de weg. Brandweer heeft voor de zekerheid toch nog de weg verder schoongemaakt. Waar de olie vandaan kwam is nog niet bekend. Het eerste weekend waarin de snelweg A50 van Veghel richting Os wegens groot onderhoud volledig dicht was, is zonder grote overlast verlopen. De herstelwerkzaamheden aan het weggedeelte hebben voor zover bekend geen opstoppingen veroorzaakt op de omringende wegen. Tot vrijdagavond 9 uur kan er geen gebruik worden gemaakt van de A50 in de richting van Os. Daarna gaan de rijbanen weer open en gaat de weg richting Veghel dicht. Afgelopen weekend vond de Maashorst Fair plaats in Schaik. De collega's van Landert TV maakten voor ons de volgende reportage. Dit is een bijzonder geslaagde dag hier. Er zijn echt heel veel mensen op onze 10e editie van de Maashorst Fair afgekomen. Een ongekend succes. Ruim 100 tenthouders zijn hier. Had niet mooier gekund. En de grootste beloning is natuurlijk dat de mensen massaal hierop afkomen om te genieten van de Maashorst. Die je hier letterlijk kunt zien, ruiken, voelen en proeven. Iedereen zie ik hier blij rondlopen. Er is van alles te doen op het gebied van kunst en cultuur, recreatie en toerisme, op fit en gezondheid. Circus Renzisser met de clowns, de kinderen vermaken zich prima. Er is ook van alles te doen op het gebied van streekproducten. Het nieuwste streekproduct is ons Maashorst Speld worstenbroodje, gemaakt van gehakt van het brandrode rund. Nou, meer Maashorst kan eigenlijk helemaal niet. Meer streekproduct is eigenlijk niet denkbaar. Het is dat we het zout nog ergens vandaan moeten halen, maar anders was het 100% geweest. Wij fokken varkens en we verwerken onze eigen grondstoffen, dat kun je hier zien. We verbouwen graan op de akkers, mais, suikerbieten. En dat wordt allemaal weer verwerkt. Uiteindelijk veevoer, de suikerbieten natuurlijk niet, die gaan naar Dinteloord. En dan komt, er wordt suiker uitgehaald en dan komt er de pulp terug en die voeren we ook weer op in de varkens. Dan moet je hem uit elkaar halen, dus het is een heel speciaal werk. Je moet hem oplichten, draaien en naast leggen. En dan komt er een apart bedrijf en die komt met een bilhamer, dus een hamer met een speciale punt. En die van al deze koekjes. En dat werk heet de billenkoek verwijderen. Want deze ribbeltjes heten billenkoek. Nooit kom ik nog terug bij jou zoals wel in. Huilen is nu voor jou te laat, nee, ik kom niet meer. Sorry. Huilen is nu voor jou te laat, nee, ik kom niet meer. Ja. Ja, Jos, trek de zak in tweeën, trek de zak maar uit elkaar.
hooggeëerd publiek. Wat super dat jullie er allemaal zijn. Hoi. Ik hoop dat jullie een hele fijne dag al hebben tot nu toe. En ik hoop dat jullie hier dadelijk ook weer gaan genieten van de show. Hier zijn met de Lock of the Street Show, Milko en Misha. Jullie wel, wat een groot applaus. Heb je dat gehoord, Misha? We zijn hier op de Maashorst Fair en we krijgen zo'n enthousiast welkomstapplaus. Ik heb gewoon geen zin meer om weg te gaan. Ik wil het nog graag één keer horen. Goed hè, Misha? En weet je wat nou het mooiste is? We hebben er nog niks voor hoeven doen. De hele reportage is te zien op het kanaal van Landert TV. Dat is kanaal 44 en dat is te zien vanaf aanstaande zaterdag.